Goedendag iedereen en allemaal. We zitten met problemen. Het wasmachine is kapot. Wat is er aan kapot? Wel, de rullementen. Bijna goed. En de schokdempers. Goed. Tak gaat eraf. De zijbak moet eruit. Mooi op zijn plaats, ergens liggen zo, tot hem weg is. Dat moet eruit, het vult moet eraf. Nou, dat is een heel park. Pomp leegmaken. Daar zit nog altijd een beetje zapper en water in. Ik heb daarvoor een... Haha! Dat steek ik daaronder, want als je dat met doen... Met dat armpje, dan zal er wel een beetje bij gaan. Wisse, wisse, wis. Voilà. Ze zijn al los. Er zijn er maar een paar, hè. Eruit. Alsjeblieft. En daar ligt hem ze. Ik denk dat dat eigenlijk de dikste boosdoener is van de twee. Ja, jong, dan moet dat. Zie je, even zien. Die heeft toch, ja, dat is de. Hier is het vet tussenuit gekomen, zie je. Er zit vet in. Vet tussenuit gekomen, dus dat is niet goed, hè. Dan moeten we die ook vervangen. Verschil? Beter, slechter. Beter, slechter. Niet goed, maar wel goed. Oké. Okay. Hopla. Nu de kap. Hier terug inhangen. Daar moeten we wel wat voorzichtig mee zijn met die kabelboom hier. Dus nou, ik dat hierover en dat is losgegaan. Dat is niet goed. Het is nou zo, het is losgegaan. Weten we niet meer dat het vast was. Goed. Hier hangen die rossoirs in. Zou ik dat niet alleen kunnen? Nee. Dat is alleen doen. Ik ga mijn vrouw kunnen. Ik heb die meegebracht met haar groene handschoenen aan. Dan moeten we zo inkomen. Dus zo vastpakken. Ik heb dan een rossoir hangen. Die moet ik omhoog hangen. Ja, omhoog pakken. Zo. Oppassen, dat ga ik kapot doen. Ja, dat staat hem. Dan komt er wel mooi in. Oh, die ook zo. Oei! Ik ben eens kap! Oei! Nog eens eerst ook los. Nog eens vast. Oké. Oké, laat maar aan. Oh. Accident. Accident moeten zijn. Nog een stukje aan tussen. Beter dan als de vinger, hè. Ja. Allee. God wil graag een vinger gezien. Ja, laat het om onderhangen. Dat is speciale rubber. Speciale groene rubber voor de schokken op te vangen. Oké, okay, je bent bedankt, we mogen gaan. Okay. Ja. Oh. Oei. Dan springt dat op, hè? We zien al licht en zo, dan is het goed.
Goed. Ferm. Waar gaan we eerst mee beginnen? Ik ga eerst beginnen met de centrifugeren. Omdat er daar problemen bij had. Toen we dat goed vol, de machine. Mag niet, hè, je weet dat. We gaan een stuk er toch niet in. Hè. Zo. Centrifugeren, waar zit dat weer? Van onder helemaal. Hopla. Pomp. Oké. Okay. Om er toch een speaker onder te steken. Want... Wat is dat? Een speaker, hè. Ik heb speakers. Oké. Ferm, hè. Toch plezant dat het draait. Na al dat werk. Dat kunnen van ja. Oké. Moet ik een keer. Een vaas voor gaan zoeken. Ah. En? Gevonden. Moet altijd opdagen, hè, vaasje. Vaasje doet het zomaar kwijt. Zie je het? Bij het vorige keer zou hem al voert gezegd hebben. Dan stopt hij, dan gaat hij een uitbalans en dan stopt hij. Dat is wel goed, hè. Oké, dat is wel goed. Oh ja, niet stoppen, hè. Niet stoppen, hè. Dat is wel een knieper, hè. Zo. Oei. Stel je buiten voor de saf te pompen, dan had ik al een hoop sap gehad. Dat is niks, hè. Dat is helemaal last. Dat is wel sap, hè. Zo, goed, dat is dat al duidt. Dan ben ik al content. Er staat op 1200 toeren. Warm. In orde, ik zat er nog een dekkel op de ronde. Dat mag doen. Test. Oké. Okay. Wassen vandaag mijn kleren voor het werk. Oei, ik hoop dat dat geen foutcode is. P van Peter. Dat ben ik. Alsjeblieft, alles is droog, kijk. Alles is heel droog, dat is heel goed. Fantastisch goed gedaan. Het was al droog als het erin ging. Ook zo'n test. Ik laat de water trekken om te zien of dat de presostaat niet kapot is. Hè? Want de kabel heb ik moeten repareren. Zal eens voor het programma. Trek nu naast hem om water te trekken. Oh, dan moet je de kraan openzetten. Want anders geeft hij een foutcode. Nu moeten we kijken. Hè. Je gaat water trekken. Water mag niet meer komen als hier zo ongeveer. Hier heb je al water. Als er van onder geen water uitkomt, zijn de darm er twee opgezet. Als daar van onder wel water uitkomt, dan begint de misère. Nee, dat is een kuip uit twee stukken. Moeten we wel even een keer goed heet laten worden. Voor die zwij te laten. Te zien dat die zwijn niet wak wordt en dat die niet gaat beginnen te lekken van onder en zo. Maar ik denk dat niet. Voor een omhoog hangen.
Zeg, je gaat mij eens helpen. Ik weet nu toch wel dat dat flesje cognac verdiende. Ik moet dan een keer zeggen tegen mijn vrouw dat ze moet een fles cognac gaan halen voor mij. Goed? Ik zou dat heel sympathiek van u vinden. Ik ga dat op Facebook zetten en zet het daar onderaan, maar Ragla, hè, Ragla is mijn vrouw. Niet vergeten, hè, een ventje niet vergeten. Goed? Oké, Suzanneke. Ja. Oké, dus dat was het dan, mensen. Salut, tot de volgende.